Wij lezen vanavond voor u de Maankoning van Guillaume Apollinaire in de vertaling van Rijn Bloem, geschreven voor René Berthier. 23 februari 1912 maakte ik een voettocht door dat gedeelte van Tirol dat vlakbij München begint. Het vroor. De hele dag had de zon fel geschenen en ik had een streek haar sprookjeskastelen zich weer spiegelen in roze schemerige meren ver achter mij gelaten. De avond was gevallen, de volle maan scheen. Zwevend hemellichaam in een firmament waar koude sterren flonkeren. Het zal 5 uur geweest zijn. Ik liep stevig door omdat ik voor het avondeten in het hotel van Werp zou zijn. Een bekend wintersportplaatsje dat volgens de kaart die ik bij me had niet meer dan 3-4 kilometer ver moest zijn. De weg was wat slecht geworden. Ik kwam bij een kruispunt waar 4 paden buiten kwamen. Ik wou een kaart raadplegen, maar ik ontdekte dat ik hem onderweg verloren had. Trouwens, de plek waar ik was deed op geen enkele manier denken aan de route die voor ik op weg ging uitgestippeld had en die ik nog goed herinnerde. Ik was verdwaald. De tijd drong en ik had geen zin om onder de blote hemel te overnachten. Ik nam het pad waarvan ik dacht dat het de kant van Werp op ging. Na een 30 minuten lopen bleef ik staan op een punt waar het pad ophield bij een rotswand van ongeveer 50 meter hoog. En daarachter verhieven zich de bergen, chaotische gevaarten in het wit van de sneeuw. Om mij heen bewogen de grote pijnbomen hun sombere en gebogen vormen, want de wind was opgestoken. En het geluid van hun kruinen die elkaar raakten, droeg nog bij tot de verschrikking van dit verlaten oord waar het noodlot mij heen had gebracht. Ik begreep dat ik voor het licht was Werp onmogelijk meer zou vinden. En ik zocht naar een grot of overhangende rots waar ik beschut tegen de wind zou kunnen wachten op het aanbreken van de dag. Toen ik de rotswand die zich voor mij verhief nader bekeek, meende ik een opening te ontdekken waar ik heen liep. Ik zag dat het een zeer ruime spelonk was en ik waagde mij erin. Buiten ging de wind tekeer en het weeklagen van de pijnbomen had iets aangrijpends, alsof duizenden verdwaalde reizigers hun wanhoop hadden uitgeschreeuwd. Toen ik na een paar minuten gewend was aan de spelonk, hoorde ik het verre geluid van muziek. Ik dacht eerst dat ik me vergist had, maar al gauw twijfelde ik niet meer, want welluidende en harmonieuze geluidsgolven bereikten mijn oren en zij kwamen uit de ingewanden van de berg. Hoe wonderlijk en hoe angstaanjagend. Ik wilde vluchten. Toen kreeg mijn nieuwsgierigheid overhand en tastend langs de rotswand bewoog ik mij voort om de betoverde grot te verkennen. Ik liep zo meer dan een kwartier verder en de klanken van het onderaards orkest werden steeds duidelijker. Toen maakte de rotswand een scherpe bocht. Ik ging de hoek om, veranderde van richting en zag op een afstand die ik niet kon schatten een lichtschijnsel om een soort deur doorvallen. Ik versnelde mijn pas en even later stond ik ervoor. De muziek was opgehouden. Ik hoorde het geroezemoes van verre stemmen. Ik zei tegen mezelf dat onderaardse melomanen waarschijnlijk geen gevaarlijke lieden waren. En aan de andere kant kon ik er, ondanks de schijn van het tegendeel, niet toekomen mijn avontuur een bovennatuurlijke oorsprong toe te schrijven. En daarom klopte ik 2 keer op de deur. En niemand verscheen. Toen stootte mijn hand op een klink. Ik draaide die om. De deur ging zonder enige moeite open. En ik kwam in een uitgestrekte zaal waarvan de wanden gekleed waren met kleurig marmer, met schelpen en waar het half donker was. Water stroomde in grote kommen waarin veelkleurige vissen zwommen. Pas nadat ik een hele tijd had rondgekeken, ontdekte ik achter in de grot een halve open deur, waardoor ik een blik waagde te werpen in de volgende zaal, die zeer ruim was met een hoge zoldering. Het was een soort eetzaal, met in het midden een kolossale ronde tafel, waaraan zeker meer dan 100 gasten konden plaatsnemen. Nu waren er niet meer dan 50, allemaal jonge mensen, van 15 tot 20 jaar, en die zaten druk met elkaar te praten. Van de deur waar ik stond en waar niemand me zag, ontdekte ik dat de tafel helemaal geen poten had. Hij was opgehangen aan het plafond, aan 4 haken met katrollen waar metalen kabels doorheen liepen. Vanaf die katrollen liepen de kabels in verschillende richtingen langs het plafond naar ringen die aan de zolderlijsten vastzaten en zo weer langs de muren naar beneden, zodat ik mijn brieven op kon hijsen, laten zakken en vastmaken. Dat gold ook voor de zitplaatsen in deze vreemde eetzaal. Zij leken allemaal op schommels. Elektrisch licht kwam met pieren in diverse kleuren. Ik zag alle kleuren van de regenboog en de lampen waren aan het eind van hun draad volkomen willekeurig over de hele zaal verspreid en op verschillende hoogten aangebracht. Er
waren we zelfs bij die uit de vloerplint leken te komen. Het veelkleurig licht was zo goed verdeeld dat je zou zweren dat de zon scheen in die zaal. Ik zag eerst geen personeel. Maar toen ik later de gasten genoeg gegeten had voor de gerechten die me geserveerd waren, kwamen er door de deuren achterin tafelbedienden de zaal binnen om het eerste bestek af te ruimen. En daarna weer anderen die een wagentje voorduwden, waarop een ondergrond van droge takken een nog levende os lag die men stevig had vastgebonden. Toen het wagentje, waarvan het onderstuk elektrische warmte kon uitstralen, heet genoeg om vlees te roosteren bij de tafel was, werd het geheel aangestoken. En even later ontstond er onder de os, die men levend aan een spit ronddraaide, een plotselinge geurige gloed. Op dat moment kwamen vier voorsnijders naderbij, met hetzelfde voldane en vermoeide uiterlijk als mijn vriend René Berthier heeft, wanneer hij, alvorens het terrein van de wetenschap te ruilen voor dat van de poëzie of omgekeerd, met de nagelveil zijn dagelijkse blikje ananas probeerde open te krijgen. De gasten, die heel genoeglijk kouden, onderbraken meteen hun gesprek om een stuk vlees naar een grading uit te kiezen, zoals buitenlandse journalisten dat doen na een nieuwe koloniale verovering. De levende os werd op de aangewezen plaats opengesneden en de slager was zo dreven dat het stuk losgesneden en gebraden werd zonder dat een van de edele delen werd geraakt. Al gauw was er niets over dan de huid en het skelet dat men afvoerde zoals een belastingbetaler die verscheurd is door belastinginners afgevoerd wordt. Toen verschenen 20 vogelaars met een lokfluitje in hun mond en zij droegen ieder 2 kooien vol met levend geplukte eenden die voor de ogen van iedere gast in het omgedraaid werden. Potliers kwamen opeens binnen en zij schonken de glazen tot aan de rand vol met Hongaarse wijn. En 20 trompetters verschenen tegelijk door 4 deuren en begonnen te blazen op hun versierde instrumenten. Deze maaltijd, bestaande uit levende haven, was mij zo vreemd voorgekomen dat ik een beetje ongerust was over het lot dat mij te wachten stond in gezelschap van lieden die zo bedorstig waren. Maar toen stonden ze op en terwijl sommigen sigaretten en anderen sigaren opstaken, ruimden de bedienden de tafel af en hezen die in een ogenblik op tot het plafond, evenals de zetels. In de zaal stond toen geen meubilair meer. De trompetters gingen weg en werden vervangen door 4 blinde violisten die populaire wijsjes speelden, waarop de jonge mensen dadelijk begonnen te dansen. Maar dit divertissement duurde niet langer dan een kwartier en daarna verdwenen zij naar een andere zaal. De deur was open blijven staan en ik sloop naar erbij. Ik zag dat ze met elkaar stonden te praten, terwijl om hen heen vreemde meubels schenen te dansen op nog vreemdere en zonder muziek. Deze meubels gaan een stukje bij beetje overeind als een salon dichter. En schommelend werden ze hoger en groeiden met schokjes. Even later zagen ze eruit als comfortabele meubels, fauteuils en sofa's van leer. 1 tafel zag eruit als een champignon, net als de rest van het meubilair was hij bekleed met leer. Meteen toen de meubels die deugdelijk uiterlijk hadden aangenomen en niet meer hijgden, namen de onbekenden hun plaats in de fauteuils en gingen door met roken. 4 van hen gingen rond de tafel zitten en begonnen een spelletje bridge, dat onmiddellijk ontaarde in zeer onaangename discussies. Zo zelfs dat toen 1 van hen, die zijn brandende sigaar op tafel had neergelegd, rood van woede twist over een slag van zijn tegenstander, de tafel plotseling uit elkaar klapte als een Duitse zeppelin. Waardoor de kaarters en de omstanders in grote verwarring geraakten. Een neger kwam onmiddellijk toesnellen om de pneumatische tafel op te rijden die uit elkaar was gespat door de aanraking met de sigaar en nu op de grond lag als een dode olifant. Hij bood aan nog 1 van die rubberen met leerbeklede tafels te halen, want het betrof hier een nieuw soort meubilair dat je naar believen kon opblazen of laten leeglopen, wat mij zelfs voor reis niet best handig lijkt. Maar de heren verklaarden dat zij geen zin meer hadden om te spelen. En de neger kon iets anders doen dan het meubilair te laten leeglopen, dat fluitend ineens heeft als een Russische bediende die piept voor zijn meester. Iedereen verliet vervolgens de lege rookzaal en de neger deed het licht uit. Toen ik plotseling weer in het donker stond, liep ik naar de muur en begaf me in de richting waarin de stemmen zich verwijderden. Ik vond op de tast een trap die omlaag liep naar een deur, waardoor ik in een nauwe gang kwam die in de rots was uitgehold. En op de wanden zag ik in krijt of in houtskool de werkelijk meest verbazingwekkende obscene opschriften staan. Ik
Ik citeer er hier enkele die mij herinnert, maar vertoezel daarbij de rauwheid van een paar de gebezigde termen. Een monsterachtige dubbele vallus versierde de begin-M van de volgende inscriptie. Michelangelo bezorgde Hans van Jacob van een geweldig plezier. Dit was geschreven met krijt. Even verder doorboorde een met adder omwonden pijl een hart waaruit een vaantje met deze spreuk tevoorschijn kwam. Aan Cleopatra heel mijn leven. Een erudiet had in gotische letters een wens geformuleerd die mij vervulde met opperste verbazing en die herinnert aan de toneelschrijfster Roche-Vita. Ik wil vreden met de abdis van Gander zijn. De geschiedenis van Frankrijk had een anonieme bewonderaar van de 18e eeuw door deze uiterst dolle uitroep geïnspireerd. Ik moet Madame de Pompadour. Andere inscripties waren met een metalen punt in de wand gegrift. En hier is er een met krijt geschreven, geïllustreerd door drie gevleugelde vagina's van verschillende grootte. Op één avond heb ik dezelfde aardige Tirols uit de 17e eeuw gehad toen zij 16, 21 en 33 was. Ik had haar ook nog kunnen hebben toen ze 70 was, maar ik gaf haar door aan Nicolas. De Anglomania bereikt haar hoogtepunt in deze categorische verklaring in blauw krijt. Die onbekende Engels uit de tijd van Cromwell verslindt alles. Getekend Willie Horn. Een inscriptie die met grote letters in houtskool was geschreven en op sommige plaatsen was uitgewist, deed denken aan een sarcastische lachbui die me bijna ongepast voorkwam in dit onvoorstelbare grafische kerkhof. Gisteren zat ik gravin Terniska toen ze 17 was. Zij die over de 45 moet zijn, haar van hem. Ten slotte geloof ik dat het niet al te gewaagd is, gezien de vorige graffiti en ondanks de volledige onwaarschijnlijkheid van de veronderstelling, deze hartstochtelijke en vrijmoedige wens toe te schrijven aan het schatje van koning Hendrik III. Ik wil bereden worden dat ik gek word. Deze dubbelzinnige en raadselachtige inscripties vervulden me met ontsteltenis. Doorboorde harten, vlammende harten, ook andere emblemen. Vagina's met en zonder vleugels, behaard of geschoren, trots of nederige vallussen, ineengeschrompeld of in vol bedrijf, alleen of vergezeld door hun getuigen, versierde de wand tot één onbeschaamd en grillig blazoen. Ik liep aarzelend verder door de gang, tot ik bij een deur kwam die half afgesloten werd door een zwaar gordijn. Ik kon zien wat er gebeurde in een zaal waarvan de vloer met matrassen, kussens en plateaus met verfrissingen bedekt was. Uit de muren en nogal laag staken een paar waterbekkens naar voren, met daarboven een kraan in de vorm van een boeg die dienst kon doen als bidet of wasbak. De jonge brigade, die ik door de zwelde voet gevolgd was, had zich in dit vertrek teruggetrokken. De jonge lieden hadden zich daaruit gestrekt. Op de matras die de grond bedekte, kon je nog een aantal houten kistjes zien staan. Alle heren hadden er een bij zich, anderen waren niet in gebruik. Er stond er een bij de deur, vlak onder mijn bereik. Ze hielden zich eerst bezig met het bekijken van albums, waarvan er een massa op de vloer lagen. Van veraf schenen het albums met naaktfoto's te zijn, modellen van de kunstacademie, mannen, vrouwen en kinderen. Toen het effect dat van deze naakten verwacht werd zich had voorgedaan, namen de jonge lieden de meest indecente houdingen aan. Zij pronkten met hun potentie, deden de kistjes open en zetten de apparaten aan die langzaam begonnen rond te draaien als de cilinder van een fonograaf. Toen deden zij een soort centuur om die met één eind aan het toestel vast had en ik dacht dat ze allemaal op Ixion wilden lijken toen hij het fantoom der wolken liefkoosde, het onzichtbare Juno. De jongelieden strekten hun handen voor zich uit alsof zij zoeken naar een geliefde lichaam streven. Hun monden gaven verliefde kussen aan de lucht. Even later werden ze opgewonden en onstuimig paarden zij met het niets. Ik was verbijsterd alsof ik de verontrustende speler van een groep geile gekken had bijgewoond. Geluiden klokken uit de mond, zinnen van liefde, wellustig hikken, zeer oude namen, waaronder ik die herkende van de wijze Heloïse, van Lola Montes, van een octorone die van een of andere plantage uit Louisiana kwam in de 18e eeuw. Iemand had het over page, een mooie page. Deze anachronistische orgie herinnerde me plotseling aan de inscripties in de gang. Ik luisterde met nog meer aandacht naar de wellustige termen. En ik hoorde de vervulling bij van alle wensen van deze libertijnen die de wellust vonden in de armen van de dood. Die kistjes, dacht ik, zijn kerkhoven bij deze necrofiele geliefde lijken opgraven.
Deze gedachten sleepten me mee. Ik voelde me één worden met deze ontaarde. Ik stak mijn hand uit en greep zonder dat iemand het zag het kistje dat dicht bij de deur stond. Ik deed het open, zette toestel in beweging, zoals ik de jonge lieden had zien doen, gespte de riem om mijn middel en ogenblikkelijk tekende zich voor mij verrukte over de vormen van een naakt lichaam als het wel rustig naar me glimlachte. Omdat ik slecht op de hoogte ben van het mechanisme, kan ik moeilijk uitweiden over de bijzonderheden van het apparaat en over de theoretische achtergrond die tot de constructie heeft geleid. Niettemin zal ik, omdat het wat zijn uiterlijk betreft niet bovennatuurlijks had, proberen me de werking voor te stellen die het veroorzaakte. De machine had een tweeledige functie. Ten eerste het abstraheren uit de tijd van een bepaalde hoeveelheid ruimte, om zich daar op een bepaald moment op in te stellen. Voor enige minuten maar had het toestel nog niet zo'n groot vermogen. Ten tweede het zichtbaar en tastbaar maken van deze hoeveelheid tot leven gewekte tijd voor wie er met de riem mee verbonden was. Zo kon ik het voor mij bestemde lichaam bekijken, betasten, kortom, bewerken, niet zonder enige moeite, zonder dat het lichaam enig idee kreeg van mijn aanwezigheid, omdat het zelf geen enkele actuele realiteit had. De toestellen die zich daar bevonden moesten me enige grijpstuiver gekost hebben, want alleen met veel geduld had de uitvinder voor ontmoetingen in het verleden kunnen zorgen met geile personages in het volle bezit van hun wellust. En heel wat rondtasten zal nodig zijn geweest en heel wat cilinders zullen onbelangrijke personages ontmoet hebben in een heel andere act dan het bedrijven van de liefde. Ik denk dat een diepgaande studie van de geschiedenis en vooral van de chronologie onmisbaar is geweest voor de constructeurs. Zij stelden hun toestel in op de plaats waarvan ze wisten dat op die en die datum een of ander vrouwelijk personage had geslapen. Ze zetten het mechanisme in beweging tot het exacte tijdstip bereikt werd waarop zij het personage in de passende positie konden ontmoeten. Toestellen met een groter vermogen en meer in overeenstemming met de gangbare moraal ontwikkeld, zouden kunnen dienen om historische scènes te reconstrueren. Ongetwijfeld zal een combinatie met een fonetisch apparaat de uitvinder in staat stellen, als hij zijn geheim aan de openbaarheid wil prijsgeven, in plaats van het alleen te bestemmen voor het amusement van enige liederlijke onderaardse, zal het de uitvinder in staat stellen, zeg ik, een compleet beeld te geven van het verleden in zijn herontdekte fragmenten, en zullen er weldra onderzoekers van verloren tijden komen, zoals er nu nog, en het zal niet meer lang duren, onderzoekers van onbekende gebieden zijn. Een van die onderzoekers zal zich er bijvoorbeeld op toeleggen om rol na rol na rol het leven van Napoleon te controleren. Kranten zullen berichten als deze publiceren. De heer X, onderzoeker van de tijd, heeft zojuist door een gelukkig toeval de dichter Villon ontdekt over wiens leven zo weinig bekend is. En cilinder na cilinder zal hij geen duimbreed van zijn zijde wijken. Maar laten we niet op de zaak vooruit lopen. Dit alles ligt nog in de schoot der toekomst verborgen. Terwijl het lichaam dat ik in mijn handen hield mij dermate beviel dat ik er rijkelijk van genoot, zonder dat het er iets van wist. Het was een roze brunette met een blanke huid, waar zoveel delicate adem doorheen schenen dat zij wel blauw leek. Dat aanbiddelijke marineblauw, waaruit zich het schuim verdichtte, dat het goddelijke lichaam van Afrodite vormde. En omdat zij met haar twee handen naast elkaar op borsthoogte iets scheen af te leren, dacht ik dat dat het buigzaam en blanke lichaam van de zwaan was, die niet zong, en dat zij Leda was, de moeder van de Dioscuren. Toen verdween ze, want de toestel stond stil, en ik trok me terug met langzame passen, overstelpt en een groot geluksgevoel. In de gang vervulde de obscene graffiti en de illustere namen mij weer met walging. Maar de trots van hun verbondgenoten zijn geweest van het verschrikkelijke huis der Tidariden vervulde mij nog meer. En ik kon niet nalaten van krijt op de muur te schrijven. Ik heb de zwaan bedrogen met zijn vrouw. Hierna, vol ongerustheid en niet meer in staat de sfeer van dit onderaardshuis te verdragen, waar weliswaar niets bovennatuurlijks plaatsvond, maar waar alles wel heel nieuw voor mij was, wilde ik de uitgang weer terugvinden in de hoop dat niemand mij tegen zou komen. Maar ik raakte de weg kwijt, want in plaats van in de vertrekken te komen waar ik eerder door was gelopen, bevond ik mij al gauw trillend over mijn hele lichaam in een grote zaal waarop een verhoging van 3 treden een zetel met gebroken poten stond. Een soort vervallen troon waarachter een tapijt hing dat een vrij gevormd wapenschild voorstelde in zilver en azuurblauw. Aan de muur waarin zich de deur bevond waardoor ik was binnengekomen, hingen schilderijen die leven verbeelden in gekleurde zones en in schitterend licht. Achterin werd een band in beslag genomen door een orgel en keurig in het gelid waakten als ridders in wapenrusting de gepolijste pijpen. Op het orgel
lag een gesloten partituur met op zijn rijk versierde band deze titel. Originele partituur van Rheingold. De zaal was betegeld met serpentijnstenen, marmer en koper. Er waren ook tegels van doorzichtig glas waaruit rood en violet licht opsteeg. Dat licht vulde niet de hele zaal, die vooral verlicht werd door grote namaakramen waar het kunstlicht viel alsof de zon scheen. Op sommige plekken in de tegelvloer zag ik bloedspatten en in een hoek een stapel toneelkronen van verguld koper en met glazen parels. En hier speelde zich de meest opwindende episode van mijn tocht af. Want toen ik dit vertrek wilde verlaten en niet op mijn schreden terug durfde te keren, opende ik op goed geluk en zonder enig geluid te maken een kleine deur naast het orgel. Het zal ongeveer 8 uur zijn geweest. Ik wierp een blik in een grote zaal die niet minder hel verlicht was dan die waarin ik stond en die geheel doortrokken was met de geur van rozen. Een man met een jong gezicht, toch was hij toen al bijna 65, zat daar gekleed als een Frans edelman ten tijde van Lodewijk XVI. Zijn pruik met vlechten was overdekt met poeder en pomade. Zoals ik even later kon zien, waren er scènes uit het leven van Richard Coeur de Lion op zijn vest geborduurd. En de glazen knopen met een doorsnee van 2 duim bevatten 12 miniaturen, de portretten van 12 keizers. Overal in het rond staken koperen horens uit de muren. De vreemde man, wiens anachronistische uiterlijk zo in tegenspraak was met alle moderne metaal in deze zaal, zat voor een vleugel waarvan hij met een vermoeid gebaar een van de toetsen ingedrukt hield, terwijl een vreemd aangehouden rumoer uit een van de horens klonk. Ik kon er aanvankelijk de betekenis niet van opmaken. De onbekende luisterde een ogenblik aandachtig naar het rumoer. Plotseling stond hij op, maakte een gebaar dat gelijk vrouwelijk en theatraal was, de rechterhand uitgestrekt, de linker op zijn hart, en terwijl uit het geluidsdecor een optocht naar voren kwam, riep hij uit: Eenzaam koninkrijk, o land van de rustige morgen, de dageraad kleurt nauwelijks je lampen, en uit de kloosters klinken andere gebeden die dit voortreffelijke toestel voor mij opvat. Ik hoor het geritsel van de papieren, geoliede jasjes van het volk, de storm van de aalmoezen regenend in het gedrang van arme mensen. Jou hoor ik ook, bronzen klok van Seoul. In jouw stem kan de klacht van een kind beluisterd worden. Ik hoor ook een optocht, het gevolg van vorst Yangwang, schitterend, te paard, schitterend. Als ik eens weer het bleke purper draag dat alleen mij, de maankoning, past, zal ik jouw decor opzoeken en genieten van jouw klimaat dat heerlijk is. Zoals men zegt. En terwijl de woorden van degene die ik dadelijk herkende als koning Ludwig II van Beieren verklonken, besefte ik dat de mening van het volk van Beieren, al zou hun ongelukkige en dwaze koning niet verdronken zijn in het sombere water van de Starnbergzee, juist was. Maar de verre geluiden die uit het trieste koninkrijk der kluisenaars kwamen, klonken zo indringend dat ik mij overgaf aan de koring die tot me kwam uit het land van witte gewaden. En toen ik aandachtig luisterde naar de geluiden van de dageraad, dacht ik dat ik de wasmeisjes hoorde die ineens door het wasgoed en de maagdelijke kleren klopten en de onophoudelijke slagen van de stokken werden afgewisseld door strijkijzers, alsof het de witte dageraad zelf was die gewassen en gestreken werd. Toen drukte de doorlichtige schijn door aan het meer van Starnberg een andere toets in. En uit een prevel woorden van de koning maakte ik op dat de geluiden die ons nu bereikten de gelukkige atmosfeer van Japan opriepen, ook bij het aanbreken van de dag. De vervolmaakte microfoons die de koning tot zijn beschikking had, waren zo afgesteld dat zij de meest verwijderde geluiden van het aardse leven konden opvangen. Elke toets stelde een microfoon in werking die op een bepaalde afstand was ingesteld. Nu waren het de geluiden en het landschap in Japan. De wind blies door de bomen en moest daar een dorp zijn, want ik hoorde het gelach van dienstertjes, het schapen van een timmerman en de ijskoude stroom van waterval. Een andere toets, en het was midden op de ochtend. De koning vergoedde de socialistische arbeid van Nieuw-Zeeland. Ik hoorde het racist van warm water komen. Deze mooie ochtend werd voortgezet in het lieflijke Tahiti. Daar zijn we op de markt van Papeete. Gij de inboerlingen van uw stilico dragen rond.
hoort een mooie bloederige taal, die lijkt op het antieke Grieks. Je doet ook de stemmen van Chinezen die thee verkopen, koffie, water, koeken. De klank van accordeons en van mondharmonica's. Dan zijn we in Amerika. De prairie is immens. Ongetwijfeld is hier een stad gesticht. Rond het station waar vandaan de Pullman train vertrekt. Ik hoor hem. Evenals de koning. Ze vlogen. Verschrikkelijk lawaai op straat. Trams, fabrieken. We mochten in Chicago zijn. Het is 12 uur. New York nu, waar de boten op de Hudson zingen. Vurige gebeden klinken over een beeld van Christus in Mexico. Het is 4 uur. In Rio de Janeiro komt een carnavalsoptocht voorbij. Rubberballen geworpen door trefzekere handen raken de gezichten op. En verspreiden reukwater op de moorse patiënt van boeken. Piep, pop, gelach, haha! Het is 6 uur in Saint-Pierre de Martinique. De gemaskerden geven zich zingend over aan het bal, versierd met grote rode bloemen van de balsemie. Je hoort ze zingen. Raad eens wie ik ben, Belo Chavin Che. Raad eens wie ik ben, Belo Chavin. 7 uur, Parijs. Ik herken de scherpe stem van de heer Ernst, STLJNSS. Want de microfoon staat toevallig ingesteld op een café aan de grote boulevards. Het anders klemt in de kathedraal van Bonn. Een boot geladen met een dubbelkoord vaart zingend terrein af in de richting van Koblenz. Daarna naar Italië, bij Napels. De koetsiers spelen Mora in de nacht van sterren. Dan Tripolitanië, waar rond een kampvuur MRNTT Koeteraal spreekt, terwijl de troepen van het Huis van Savoie en krijgshaftig omringen, gereed om hem te verdedigen in het onwaarschijnlijk geval van een aanval. En zij lossen enkele saluutschoten als onomatopeeën, terwijl wachtpost na wachtpost door het kamp met klaroensteken stoot in Antwerpen. 1 minuut later, 10 uur. Zijn het bedelaars die zich beklagen, die zuchten met zoveel vuur? De koning hoort ze aan en prevelt. Het is de stem van Isfahan die tot mij komt door de nacht, zwart als het bloed van de papaven. En terwijl hij daaraan denkt, stel ik mij een geur van jasmijn voor. Middernacht. Een arme herder schreeuwt in een ijskoude woestijn. Het is nacht in Azië, van waar het kwaad zich uitstrekt over de wereld. Olifanten trompetteren, 1 uur in de ochtend. Dit is Indië. Tibet dan. Je hoort de heilige klokken luiden. 3 uur. Het geluid van duizenden boten zachtjes tegen elkaar aanscheurend langs de oevers van de rivier in Saigon. Dum, dum, boom, dum, boom, 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 boom. Dat is Peking. De gongs en tamboerijnen van de nachtwacht. De ontelbare honden die janken en blaffen en hun stemmen mengen in het sokkelige geluid van de nachtwacht. Een haan kraait plotseling, kondigt de dagen daarna die vuile leven in de Korea achter zich laat. De vingers van de koning snelden over de toetsen van goed geluk, zodat het leven op tegelijkertijd alle geluiden van de wereld wel kan herleven, verspuiten tot het laatste kunststuk voor het oor. Van bewondering slaakte, keek de koning plotseling op. En eerst scheen mijn aanwezigheid hem niet te verbazen. Breng de originele partituur van Reinhold hier, zei hij tegen mij. Ik wil hem doornemen nadat ik de symfonie van de wereld heb gehoord en voor ik naar het bewegelijke orkest van Oswald van Hartveld ga luisteren. Maar boevenkop uit je masker. Ik wil niemand zonder masker bij me zien. En met een plotseling van woede vertrokken gezicht sprong de koning met gebalde vuist op me af. Hij was gebouwd als Hercules. Schudde mijn poes door elkaar, sloeg me, trapte me, spuwde in mijn gezicht en schreeuwde: snijd hem zijn testicles af! Frankenstein, Eulenburg, Jacob Ernst, Durkheim, snijd hem zijn testicles af! Ik wachtte niet tot even die hier aankwam. En toen ik zag dat de koning eerder vertoornd was omdat ik niet gemaskerd was dan over mijn onbeschaamde aanwezigheid, dacht ik dat ik, als ik de deuren waardoor ik het onderaardsverblijf was binnengekomen terug kon vinden, door niemand meer gezocht zou worden. De koning zou immers denken dat hij met een van de mensen van zijn hofhouding te maken had gehad. Bedienden, ondergeschikten, pages, edellieden of schippers. En terwijl ik me uit de voeten maakte, hoorde ik hem schreeuwen: de partituur van Reinhold en het masker voor je boevenkop. Of men snijdt je testicles af. Ik begon weer door dit weelderige onderaardsverblijf te dwalen waar die oude drempeling leefde die ooit een gekke koning was geweest. Op zijn minst 2 uur lang sloop ik voorzichtig door het donker, opende deuren, tastte langs muren en vond geen uitweg. Eerst hoorde ik in de verte het geschreeuw van stemmen, toen werd het weer stil.
Eindelijk kwam ik weer in de grot die diende als voorportaal van dit verbazingwekkend verblijf. Buiten schitterden fanfares die opeens weer ophielden. Ik hoefde alleen nog maar de deur te openen, waardoor ik het onderaardse gewelf was binnengekomen en ik zou me weer tussen de pijnbomen bevinden. Maar het bos was verlicht. Duizenden lichten waren ontstoken en stegen omhoog, daalden, verdwenen, naderden, groepeerden zich, hoopten zich op, tuimelden omlaag, doofden, lichten weer op, werden kleiner, werden groter, veranderden van kleur, voegden hun tinten samen, ontbonden ze weer, vormden geometrische figuren, splitsten ze in schijnsels, in vlammen en vonken, stolden ze bij wijze van spreken tot witgroeiende geometrische vormen, tot de letters van het alfabet, tot cijfers, tot een tekenfilm van mensen en dieren, tot hoge brandende zuilen, tot meren met vlammende golven, tot het bleke lichten van de zee, tot trossen vuurpijlen, tot springfonteinen, tot licht zonder zichtbare bron, tot stralen, tot flitsen. Af en toe zag ik een grote menigte die in de verte bijeengekomen was. Ik kwam voorzichtig dichterbij, verborg me achter de boomstammen en kon toen eindelijk de mensen onderscheiden. Ze waren gemaskerd, op de oude koning na, wiens gezicht niet bedekt was. Hij had een half mannelijk, half vrouwelijk kostuum aangetrokken. Dat wil zeggen, hij had over zijn 18e eeuwse kostuum een hoepeljurk aangetrokken, maar van voren open en versierd door een elastieke gordel, zoals brandweerlieden die wil dragen. Op dat ogenblik zette de muziek weer in. Er waren muzikanten op grote afstand en anderen heel dichtbij. Hun fanfares klonken over en weer, van ver en van dichtbij. Het leek of 100 orkesten elkaar ontvluchten, elkaar zochten, zich groepeerden, elkaar nazaten, zich verwijderden of naderden, vlug of langzaam. Er waren onbekende klanken, geluiden van een ongehoorde kracht, klankkleuren van een indrukwekkende nieuwheid. Er klonk muziek van heel hoog, als vanuit de hemel, en ook van onderuit de aarde, en we leken vervlogen in een oceaan van magische klanken. Plotseling deden al die mensen een centuur om die leek op die van de koning. Toen sommigen zich omdraaiden, zag ik dat de centuur op de buik voorzien was van een instrument dat iets weg had van een wekker. Kijk, kijk, die kleuren, zei de koning. En de kunst die de grootste is, met grote mogelijkheden dan de schilderkunst. En die bewegende muziek, is ze levendig genoeg. Vrienden, laat ons nu een tochtje maken. De maankoning vloog sierlijk omhoog. Hij ging op een boomtak zitten waar hij doorging met praten. Maar ik begreep niet wat hij zei. Het leek of hij tjilpte in de richting van de maan. Toen vloog hij weer weg. Het hele gezelschap vloog met hem mee. En ze verdwenen in de lucht als een troep trekvogels. Ik slaagde erin werk in de loop van de ochtend te bereiken. En het duurde lang voor ik de behoefte voelde mijn avonturen iemand te vertellen.